jongens, druk die decimale getallen als breedte uit. Die eerste ene keer 0,3 gaan jy dan nie dadelijk vir my sê 3 of 10. Die 0,3 repeteren, daar gaan ons dan eerst sê ons sel vir x gelijk aan 0,3 repeteren. En dan moet jy gaan sê, maar nou het ek 1 getal wat repeteer, so ons maal met 10. En dan gee dit vir my 10x is gelijk aan 3,3 repeteren. En dan trek ons vir nummer 1 en nummer 2 van mekaar af. En dan sê ons 10 minus 1x is 9x. En 3 minus 0 is 3, want die komma's gaan uitkanselen. Deel met 9 en dan kry ons 3 op 9, wat gelijk is aan een derde. Ja. Ja. Dus deel van je stap, hè, ja. 0,6 gaan jy dan vir my, hy het hier repeterend op die 6 kry vir hom dadelijk 6 op 10 en dat is ook wel blij nie, 6 op 10 nie, want ek kan nog verder vereenvoudig nie. Daar kan het 2 bo en onder in deel, so hy word dan 3 of 5. Dan die 0,6 repeterend gaan jy sê stel vir x gelijk aan 0,6 repeterend, dit is dan weer nummer 1. En dan is ook 1 getal wat repeteer, so jy mul met 10 en dan kry jy 10x is 6,6 repeterend. En dan trek ek weer af, nummer 2 minus nummer 1, so dit geef my 10x minus 1x is 9x, en 6 minus 0 is 6, deel met 9 recht deur, en ons kry x is gelijk aan 2, daar dis van 3 kan bo en onder in deel. By nummer 5, daar sê het jy 0,12, so hy het nie repeterende kolletjies op nie, so jy gaan dadelijk skryf 12 op 100, en dan gaan ons om vereenvoudig, dan kan daar 4 indeel, so ons skryf 3 op 25. Die volgende ene keer weer 2 repeterende getalle, so ons stel eerst vir x gelijk aan 0,12 repeterend, en dan maal ons nou met 100, omdat ons met ander woorde 2 getalle het wat repeteer, en dan sê ons, ons kry 100x is gelijk aan 12,12 repeteren. En dan trek ons weer af, nummer 2 minus nummer 1. En dit gee 100x minus 1x, so dit is gelijk aan 99x, en daai kant kry ek net vir 12. Dan deel ek met my 99 aan al twee kante, so my x-waarde is dan gelijk aan 4 op 33, 3 kan bo en onder ingaan. 0,45 gaan ek skryf as 45 op 100, en dan kan ons daar deel met 5, 9 op 20. Dan is weer een repeterende enekie, so stel weer vir x gelijk aan 0,45, en dan gaan ons maal met 100, want ons het 2 getalle wat repeteer, so ons kry 100x is gelijk aan 45,45. Tweede vergelijking, en dan trek ons weer ons 2 vergelijkings af, so nummer 2 minus nummer 1 gee vir my 100 minus 1x is 99x, en daar kry ons net 45. Deel met die 99 recht deur, en dan het jy x is gelijk aan 5 op 11. Nummer 9 is ook, stel dan vir x gelijk aan 0,2 repeterend. Nou het ons het 1 getal wat repeteer, so ek maal met 10. Dit geef my 10x en hier krijg ek 2,2 repeterend. En dan trek ek die 2 vergelijkings af van mekaar af, 10 minus 1x is 9x. En dan aan die andere kant krijg ons 2 en ons deel met ons 9, so x is 2/9. By hierdie ene keer het ons ook net 1 getal wat repeteer, so ons maal weer met 10. Dan kry ons 10x is 8,8 repeterend. En as ons aftrek, dan het ons 9x is 8. En dan deel ons met 9 om vir x te kry, so my antwoord is 8 op 9. Hier het ek weer 2 getalle wat repeteer, so hier gaan ons weer maal met 100.
So ek kry 100x en ons kry 63,63. En ons trek hulle weer af mekaar af. My antwoord is 99x is 63. Deel met 99 aan al twee kante. En dan kan daar 9 in deel net. So nou kry ons 7 op 11. Goed, ons volgende enekie het 3 getalle wat repeteer. So hom gaan ons dan mal met 1000. So ek kry 1000x en ek kry 453,453 repeterings en ons trek hulle weer af mekaar af. Hierdie kant kry ek nou 999x en die ander kant 453 en dan deel ons met die 999. En dit gee dan vir ons 151 op 333. Daar en ek het ook 3 getalle wat repeteer, so maal weer met 1000. Dan kry ons 1000x, 135,135 en ons trek weer af. Hierso kry jy 999x, aan die ander kant 135. Deel met jou 999, 5 op 37. Hierin kan ons net weer een antwoord skryf, 24 op 100, want hy het nie kolletjies op nie, repeterende getalle nie, en ons kan hom dan verder vereenvoudig, en daar kan ek 4 in deel, dan kry ons 6 op 25. Kan jy weer sê, stel vir x dan nou gelijk aan 0,24 repeterend, en dan het ons 2 getalle wat repeteer, soos maal weer met 100. Dan kry ons 24,24 repeterend. Is daar by mevrou van die Merwe se klas? So trek af, dan is dit 100 minus x is 99x en dit is gelijk aan 24 en dan deel ons met 99, so 24 op 99 geef my 8 op 33. Dan die volgende ene keer die 0,5 repeterend, as jy nou om gaan kyk en jy weet sê, ons stel dan as een 0, x gelijk aan 0,5 repeterend, nou het ons weer net 1 getal wat repeteer, soos maal weer met 10, 10x is dan 5,5 repeterend, en ons trek hulle weer af mekaar af, en dan kry ons daar 9x is gelijk aan 5, en x is dan 5 op 9. Nou kom aan 9, gaan ons net skryf wat 9/10 en dan ons laaste enetjie, stel ons dan weer vir x gelijk aan 0,9 repeterend, dan maal ons weer met 10, so 10x is 9,9 repeterend, en dan trek ons hulle af, en dan kry ons 9x is gelijk aan 9, so x is gelijk aan 1.